Welkom bij deze allereerste Working Wonders. Vandaag te gast Mozan Monod de Vroedeveel, co-founder van Guest Agency. Een agency die zich vooral richt op het ontwikkelen en bedenken van experiences, experience marketing. Brede aantal gasten, zowel in de retail als in de hospitality. En mijn naam is Annemarie Twiggen. En mijn naam is Rik Sterklots en onze tweede gast is Jasper Reinders, directeur Executive Relations bij de Adecco Group. Welkom. Dankjewel. En wij gaan vandaag spreken over experience in hospitality, retail, eigenlijk het hele belevingswereld. En wat heeft dat nou eigenlijk voor een impact, zowel voor ons als deelnemers van belevingen, als consument, maar ook bedrijven onderling, als ondernemers en een stukje personeel, wat daar ook natuurlijk bij komt kijken. Dus ik kreeg me eigenlijk in eerste instantie gelijk op Jasper. Aan jou de vraag. Wat is beleving en hoe belangrijk is dat onderdeel, zeg maar, voor zowel jullie als Adecco Group, als jullie klanten, maar ook de personeel, het personeel dat jullie natuurlijk als dienstverlener aan jullie klanten. Wat is beleving daarin? Hoe verstaan jullie dat? Dat is een goede vraag. Had je me deze vraag 4 maanden geleden gesteld, Annemarie, dan had ik denk ik een heel ander antwoord gegeven. Omdat beleving toen eigenlijk heel erg centraal stond in. Eigenlijk gelijk stond aan intermenselijke interacties. Hè? Dus de interactie tussen mensen en de sfeer die je daarmee creëert. Hè? Wat altijd bijna het onderscheidend vermogen is bovenop, nou ja, zoals wij dat dan noemen, de digitale omgeving. Laten we nou in 4 maanden tijd een enorme revolutie bijna gezien hebben in de adaptatie van digitale middelen. En ook bedrijven eindelijk uit hun stulp zijn gekomen en meer creatief digitale middelen zijn gaan omarmen om meer beleving toe te voegen aan hun retail omgeving. Je ziet veel bedrijven die heel erg op hun webwinkel omgeving en hebben geïnvesteerd omdat mensen gewoon simpelweg het huis niet meer uit konden. Je ziet dat heel veel bedrijven in de fashion industrie ook noodgedwongen geen grote shows konden geven, die beleving dus niet konden laten plaatsvinden. En veel meer hebben geïnvesteerd in artificial intelligence om omgevingen te creëren waarin ze modellen virtueel de nieuwste kleding konden laten tonen. Dus je ziet echt dat beleving, wat wij beleving vonden 4 maanden geleden, daar zit nu is eigenlijk een hele nieuwe dynamiek aan toegevoegd. Wat dat dan vervolgens doet qua werk, want dat merken wij dan natuurlijk direct. In antwoord op jouw vraag, is ja, we zien dat er dus andersoortige profielen en vacatures ontstaan. En dat mensen dus weggaan uit waar ze stonden als traditionele host. Maar er nu ook bijvoorbeeld wordt gekeken, kun jij ook een virtuele host zijn? Ja, dus ben jij ook geschikt op camera, op het internet, op de socials, om ons product te presenteren? Iets waar bijvoorbeeld een bedrijf als Coolblue al voorzichtig mee begonnen was door eigen medewerkers producten te laten presenteren en ook te reviewen. Maar niet iedereen wil dat of kan dat. En nu zie je dat veel meer bedrijven die stap hebben gezet. Dus we zien een verschuiving van vacatures, met name naar online marketing, data-analysten, maar dus ook wel degelijk die virtuele hostess- en hostess-omgevingen. En tegelijkertijd veel meer bezorgers voor alle pakketjes die afgeleverd worden. Dus de bezorgdiensten, dat loopt als een tierenlier werkelijk waar. Dat is ongelooflijk. Die mensen zijn bijna niet aan te slepen. En ook de warehousing. Hè? Dus ook in de warehousing zie je natuurlijk heel veel mensen die in de distributiecentra worden opgetrommeld om daar nu bij te springen. En dat is echt een shift in de economie die we in 4 maanden tijd maken. Dat is ongekend. Dat is ongekend. En hoe is dat, oprichter van Guest Agency, maker van belevingen. Ja. Hoe is dat voor jou? Hoe zie jij belevingen? Heb je zo'nzelfde soort 4 maandelijkse verandering? Dat als je er een antwoord op zou geven nu, dat het een andere antwoord is dan als je 4 maanden geleden hier een antwoord op zou moeten geven? Ja, absoluut. Absoluut. Ik herken heel veel wat Jasper net zegt. Wij waren wel in de afgelopen jaren ook inderdaad op zoek naar experiences die niet altijd door
een fysiek persoon ondersteund hoefde te worden. Ja. Gewoon ook omdat je het aanbod ook wat breder wil maken dan dat er altijd, zoals wij dat dan noemen, een poppetje bij komt kijken. Ja. Even heel makkelijk gezegd. Dus zeker waren we daar ook al mee bezig. En dat heeft natuurlijk ook te maken met gewoon de ontwikkeling van de technologie waar we al in zaten. Alleen, ik ben helemaal met jou eens, die versnelling die is zo gigantisch hard gegaan. Dat had niemand kunnen bedenken. Ik moet zeggen, ik vind dan ook wel weer, als ik dan kijk gewoon even puur naar de ondernemers in Nederland. Als ik zie hoe goed wij in staat zijn om dat heel snel dus eigenlijk te transformeren. Ja. Zegt ook wel iets over ons ondernemerschap in ja. Nederland. Dus ik vind dat ook wel heel sterk. En ik denk inderdaad, jij gaf het ook al aan, wij praten bij ons nu heel veel over hybride. Dus als je heel veel ziet dat virtueel en fysiek, dat ze daarna op zoek zijn. Omdat alleen maar virtueel is het uiteindelijk ook niet. Want mensen hebben gewoon behoefte aan contact met elkaar. Willen elkaar zien, willen ruiken, voelen, proeven. Dat kan je allemaal niet vanuit een beeldscherm. Ja. Dus die combi wordt nu heel erg gezocht. Eerst was het nog heel erg, in het begin van die coronaperiode was het heel erg virtueel. En nu zie je, nu we allemaal een tijdje zeg maar binnen hebben gezeten, is die hunker naar fysiek is alleen maar groter weer geworden. Ja. Maar we zitten met beperkingen, dus we kunnen dat nog niet. Plus, en dat ben ik helemaal met jou eens, bedrijven gaan er nu ook de voordelen van inzien. En ja. denken ook van, ja, maar wacht even, als ik dat op een andere manier doe, dan, ja, of het nou betere winsten zijn, minder kosten. In ieder geval hebben ze genoeg redenen om te zeggen van, ja, dit moet ik eigenlijk niet meer loslaten. Het is eigenlijk wel heel, heel lengte, goed. Lengte-breedte verhaal van waar kan ik wat besparen en waar kan ik weer andere dingen tot stand laten komen. Nou ja, en je ziet een aantal bedrijven die in aanvulling daarop, die hun online kanaal nu zo goed hebben weten te positioneren. Als je het hebt over beleving, die bouwen, die om nu voor de keuze te staan om hun bricks and mortar, hun echte fysieke winkels af te bouwen. Ja. En die willen die hebben nu eindelijk door de crisis eigenlijk min of meer noodgedwongen een directe lijn gekregen met de consument. En Nike is daar een heel goed voorbeeld van. Nike investeert in verschrikkelijk veel winkelconcepten. Daar zijn ze wereldwijd partneren ze daarmee. Maar je ziet nu dat die hele crisis en home fitness trend die daarbij ingestart is, heeft ze de mogelijkheid gegeven om eindelijk al die mensen die vroeger naar outletwinkels gingen van Nike of naar partnerwinkels waar zij vertegenwoordigd in zijn, in één keer in hun eigen online omgeving te hebben. En dan kun je dus ook gaan werken aan de beleving die een consument heeft bij jou in de winkel. Maar is die menselijk duurzaam? Want je ziet ook wel steeds meer service naar voren komen, dat mensen echt wel op zoek zijn naar dit existentiële contact. En uiteindelijk iets aanschaffen binnen een digitale omgeving, hè, ter toevoeging van je identiteit, heeft ook een uiting nodig. En uiteindelijk is een Instagram of een iets is daar dan te gelimiteerd op. En je ziet natuurlijk ook steeds meer brands, hè, zo'n 360 graden beleving hebben met elkaar. Nou, dit is natuurlijk echt wel een soort stuk in het hart daarvan. Ja. Maar hoe is het duurzaam? Hè? Hoe zie je dat naar de toekomst gaan? We kunnen denk ik wel even zonder festival. We kunnen denk ik wel even zonder restaurant. Ja. Maar neem Engeland als voorbeeld. Dat natuurlijk al helemaal pubs gaan openen. En iedereen staat van pub tot pub in de straat op elkaar. Ja, dan zijn ook agenten direct. Dat digitale is zeker een toevoeging. Maar is dat duurzaam? En hoe gaan jullie daar als Adecco groep mee om? Ten aanzien van jullie klanten. Om hen te helpen eigenlijk weer een stukje onboarding te hebben. Van nou ja, zometeen moeten mensen wel. Hè, of in zo'n warehouse. Er zijn ineens veel meer pakketten die weggebracht moeten worden. Er zijn dan toch weer meer mensen die in zo'n warehouse moeten opereren om dat ook te bewerkstelligen. Ja. Ik ben wel benieuwd van hoe zie je daar. Maakt een hele goede opmerking erover. Inderdaad, dat hybride model. Waar je nu meer naartoe gaat, is dat ook in winkels, zeg maar, de digitalisatie van winkels ook verder gaat toenemen. Dus je ziet mensen die wel misschien nu naar winkels terugkeren om dus dat persoonlijk contact te hebben met of verkopers of met de fashion designers of de stylisten. Je ziet dat retailers ook meer gaan investeren, niet in platte verkoopmedewerkers, maar meer hun medewerkers trainen om fashion
echt aan te brengen, naar, gewoon echt een totaal modebeeld aan klanten te verkopen. Dus het gaat niet meer uit... over een rokje of een broekje, maar het gaat over een identiteit. Er wordt meer naar jou als klant echt als totaal gekeken. Ja. En je ziet in die winkels, precies wat jij zegt, dat hybride concept ontstaan. Dat er van die virtual schermen zijn waarin je makkelijk kleding kan doorpassen. En zo'n medewerker eigenlijk de gids is voor jou in de online shoppingcatalogus die in de winkel zit. En dan vervolgens de vertaalslag doet van joh, wat je op het scherm ziet. Dat weet hij of zij dan weer te halen uit de winkel en bij elkaar te passen en voor jou tot een passende outfit te maken. En dat is dat hybride concept. Als je het dan hebt over beleving, dan krijg je en gemak en een gemak plus. Dus dan wordt het nog makkelijker dan en is online het, is thuis. Het even om te slaan, is er iets voor jullie als providers of experience zeg maar, binnen de hospitality, binnen merkactivatie, zijn dit soort ideeën dan voor jullie planbaar? Even omdat wat dat betreft zijn er nog best wel onzekerheden. Er is nog niet echt een duidelijke punt aan de horizon. Nee. Nee, want inderdaad, er is geen punt aan de horizon. Maar ja, omdat er natuurlijk wel merken zijn die ook de bagage hebben om dit soort dingen te kunnen realiseren. Ja. En die ook de pionier daarin willen zijn. En die ook de eerste daarin willen zijn. Dat hoor ik nu ook heel veel van mijn klanten die zeggen van... weet je, ook al is het misschien allemaal nog heel nieuw... Wij willen die eerste zijn. Wij willen eigenlijk mijn concurrenten voor zijn. Dus dat zie je wel. Wat ik wel zorgwekkend vind in de ontwikkeling... is dat... een experience is ook door een winkelstraat lopen. Ja. En wat gebeurt er nou met al die kleine MKB'ers? Die dus, je ziet het nu al, hè, te huur. Hoe gaat het dan? Wat is dan de beleving om nog te gaan winkelen in een stad? Dus dan heb je dadelijk de grote jongens die hebben de zakken om dit te kunnen financieren. Ja. Maar de kleintjes niet. Nee. Weet je, die hebben het nu al zwaar. En ik denk als we dadelijk september, oktober zitten, dan gaan we het echt merken. En hoe gaat dat dan voor een consument zijn? En hoe zien jullie dat inderdaad in het verlengde daarvan? Want jij hebt het net ook over de marges al. Hè? Het online wordt interessant, want en je brick and mortar kunnen wegvallen als je e-commerce goed opgeleid hebt. Waarom nog een fysieke store? Ja. Jij geeft aan de kleine MKB'er heeft het zwaar. Maar wat gaat dat uiteindelijk ook voor de grote merken doen? Want ik weet ook een aantal ondernemers die wij in het netwerk hebben zitten, die inderdaad zeggen van, nou ja, weet je, eerste keuze die we gemaakt hebben, die winkels kunnen eigenlijk wel dicht. Ja. Want mijn marge is zoveel hoger op mijn online verkoop. Dan als ik dan een keuze moet maken en mijn focus moet bepalen, dan ga ik liever daarop inzetten. Ja. Maar dan heb je het, dan komt dus dat beleving. Hè? Kijk, mensen hebben een bepaalde associatie, een bepaald gevoel bij een bepaald merk of bij een bepaalde winkel. Omdat ze het kennen vanuit een fysiek concept. Dat zit in hun hoofd. En dat kunnen ze een paar maanden lang in hun hoofd bewaren als beeld van die winkel of van die omgeving. En die associatie behouden als die versterkt wordt door hoe het bedrijf zich online presenteert. Gaat dat bedrijf een andere omgeving in of een andere omgeving creëren, verdwijnt die associatie die mensen hebben, dat winkelstraatgevoel en dat beeld van die winkel, verdwijnt uit hun hoofd. Dat gaat van de voorkant naar de achterkant en dan is het op de duur is het weg. En dan verlies je dus de klant. Het is eigenlijk de kaalslag van het midden. In het midden, je hebt de V&D al kapot zien gaan als formule. Ja. De voorbeelden zijn echt wat dat betreft in overvloed aanwezig. Als je niks nieuws toevoegt, dan ben je eigenlijk ten dode opgeschreven. Want dan word je inderdaad het doorgeefluik van dan kun je gewoon een online bedrijf als daar starten. Maar juist naar die vleugels, daar zien wij onwijs veel ontwikkeling. Bedrijven, MKB'ers die echt het op het persoonlijk contact en de persoonlijke beleving gooien. En die aandacht voor de klant hebben, die floreren. Die gaan open en die halen een vaste klantengroep terug. En die klantengroep doet veel promotie ook weer, lokaal met name. En die zie je echt wel overleven. Die hebben een hele trouwe, goede klantenbase. En die voegen iets toe. Je ziet consumenten zijn bereid om dat stukje extra te lopen om daar naartoe te gaan. Of specifiek zelfs daar naartoe te lopen. Aan de andere kant heb je dat hele hoge segment, dat segment waar het geld eigenlijk gewoon kan bepalen hoe innovatief je kan zijn en wat je kan inzetten. Ja, en die gaan als een denderende sneltrein nu gewoon versneld verder digitaliseren. En dat gaat verregaande consequenties hebben voor hoe wij werken, waar we voor opleiden en waar eigenlijk onze jongeren die nu op school zitten, want dat is het grootste
eikele probleem natuurlijk. Die worden nu eigenlijk opgeleid voor beroepen die er over 2-3 jaar heel waarschijnlijk gewoon niet meer zijn. En dat wordt de grootste uitdaging in Nederland. Hoe gaan we die groep toch een startkwalificatie geven om op de arbeidsmarkt succesvol te zijn? Ja, want we hadden natuurlijk al een tech gap als het op personeel aankwam. Ja. Wat heeft deze 4 maanden daarin gedaan? Nou ja, je ziet in de moderne westerse wereld werden altijd 2 groepen geïsoleerd. De blue collar en de white collar. De blue collar waren van oudsher zeg maar de fabrieksarbeiders. Hè. Moet je een beetje generaliserend zo zien. En dan de white collar, dat waren dan de kantoorbanen. En dat waren eigenlijk de enige 2 groepen die we kenden in ons moderne industriële systeem. Nou ja, we zijn volledig doorgeschoten nu met tech. De afgelopen 20 jaar is de tech-industrie natuurlijk aan alle kanten de industrie voorbij gegaan. En je ziet dus dat blue en white collar bestaat eigenlijk niet meer. Er zit namelijk nu iets tussen, dat heet grey collar. Dat zijn mensen die wel verstand moeten hebben van bijvoorbeeld operationele processen en technieken, maar tegelijkertijd ook in een back-office werken. Dus een kantoorbaan hebben en vice versa. En die groep profielen, daar is onze opleiding, opleidingsomgeving eigenlijk nog veel te weinig op gericht. En, ja. Want dat is waar het wel naartoe gaat. Dat zijn dus die traditionele winkelbediendes, die dus nu ook die schermen kunnen bedienen en die de vertaalslag kunnen maken en die jouw VR-bril op kunnen zetten en met die VR-bril die hele beleving kunnen geven. Ik vind het allemaal interessant om even een stukje dieper op in te gaan over generaties. Want we zitten natuurlijk in een ontzettend interessante tijd. Dat heeft deze periode ook laten zien over isolement en over toegankelijkheid. Hè. En technologie doet uiteindelijk maar 2 dingen. Het maakt toegankelijk en transparant. En de gradatie daarvan, dat zijn de stuurknoppen eigenlijk waar je als brand, bedrijf, beleving. Maar generaties, we hebben nog steeds te maken met een heel grote generatie die ouder is en die dus later, de digital immigrants en de digital natives. Ja. Hoe zie je dat aan weerszijden? Want in ergens heb je natuurlijk het over een soort grey color, blue color, white color, die bedienend is aan een propositie of aan een beleving en een dienst. En je hebt natuurlijk een afnemende generaties. Hoe zie jij dat eigenlijk een ontwikkeling hebben gehad de afgelopen? Jullie hebben natuurlijk een prachtige, data analytics team. Wij hebben inderdaad Adecco Analytics. Wij zijn de enige HR-services dienstverlener wereldwijd die in staat is om via een hele grote big data tool eigenlijk de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te volgen. Dat zijn niet de standaard ontwikkelingen die je kan halen uit de rapporten van de overheden en de lokale instituten die dan analyses uitgeven. Daar wordt echt alles in verzameld. Dus alle uitzendgegevens, alle flexwerkgegevens. En we hebben natuurlijk niet alleen uitzenden tegenwoordig, maar we hebben ook 1,7 miljoen ZZP'ers alleen al in Nederland. In Amerika is dat nog veel groter. Hè. Dat is echt daar zie je echt een enorme omwenteling in de arbeidsmarkt plaatsvinden qua flexibiliteit. En al die gegevens vanuit een KVK, vanuit de instituten, vanuit de eigen commerciële bedrijven, vanuit de overheid en vanuit de voorspellende waarde die je er via algoritmes op los kan laten om een ontwikkeling door te kunnen, hè, dus echt een trend te kunnen zien worden. Daar zien we gewoon in dat die digitalisering is er. Die gaat niet meer weg. Die fuik wordt eigenlijk alleen maar groter. Het probleem is dat aan de andere kant er een omgekeerde piramide zit. Namelijk een heel groot arsenaal aan mensen die wel talenten en kwaliteiten hebben, maar die onvoldoende geschoold zijn of geskild zijn om ingezet te worden. En waar wij ons heel erg op richten, dat is ook een programma wat wij wereldwijd draaien, dat heet Make the Future Work for Everyone. Ja. Wij proberen met name dat skills gap, dus de mismatch die in die arbeidsmarkten zit, om dat op te lossen. En dat is een westers probleem. Wat dat betreft is het heel jammer dat we die vervelende coronacrisis over ons heen hebben gehad. Want het had ons wel een moment van reflectie gegeven. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. En voor heel veel mensen is dat een soort van banaal historisch feit ondertussen geworden. Maar als je het hebt over generaties, onze bevolkingsopbouw is nog steeds een afspiegeling van het feit dat die oorlog ten einde is gekomen. En onze bevolking is nu zo opgebouwd zoals die is,
door de oorzaak, einde oorlog, de babyboomgeneratie en dan met name de kinderen weer van de babyboomgeneratie en vervolgens het gebrek aan nieuwe aanwas wat door immigranten opgelost moet gaan worden, dat zit in onze demografie. Onze demografie zit klem, of klem heeft nog de nawee eigenlijk van die einde Tweede Wereldoorlog. En veel mensen realiseren zich niet. Die denken dat is heel lang geleden en zijn we helemaal voorbij. Dat klopt. We zijn er ook heel gelukkig heel lang geleden aan voorbij gegaan. Maar nu op de arbeidsmarkt zie je dat nog steeds. En ons model is heel traditioneel opgebouwd, helaas. En nog te weinig in flexibiliteit ingericht. Om jonge mensen, en met name ook jonge mensen, naar mijn perspectief is jong tot en met 45 bij wijze van spreken. Maar dat is het niet meer. Tegenwoordig is jong, wordt van 15 tot 25 gezien. En dan heb je een volgend kader van 25 tot ongeveer 38. En dan van 38 ben je bijna al gepensioneerd op de arbeidsmarkt. Hè? Dat is ongelooflijk om te zeggen. Maar je moet tot je 68ste doorwerken. Zometeen tot je 70ste. En je bent op je 38ste al bijna klaar tegenwoordig. En dat komt omdat bedrijven heel weinig investeren in upskilling, reskilling. Mensen gewoon het plezier van leren. Even daarop door te gaan, want je zegt 1,7 miljoen ZZP'ers. Hoeveel daarvan zitten in horeca retail? De horeca draait bijna volledig op ZZP'ers ondertussen. Ja, ja. Het is schrikbarend zelfs om te zien, dat gaat nog veel verder. Hè? Dat gaat niet alleen in het traditionele ZZP-model. Maar je ziet dat bepaalde platformsites ook klussen aanbieden. En dan mag je dus gewoon een klus doen. Ja. En dan daar word je voor betaald. En wat jouw uurtarief is, wat je kosten zijn, wat je onkosten zijn. Voor veel mensen is dat een black box. Ja. Dus die pakken zo'n klus en die denken, dan heb ik een paar tientjes verdiend of een paar honderd euro. En dan ben ik weer klaar. Maar die vergeten dat dan daarna nog een hele molen gaat lopen met allemaal kosten. Ja. Dus daar maak ik me wel zorgen om. Daar is ons wettelijk systeem zeg maar niet op ingericht. Maar het gebeurt wel steeds meer. Nou ja, en met name de horeca is, doet dat. Het is ook over skilling. En nou ja, jij had het ook over relatie tot jouw klanten. En over dat jij ook een pivot moet maken. En over jouw team. En kun je daar wat over vertellen? Over die flexibilisering, zeg maar, hoe je dat hebt aangepast als ondernemer zijnde. Ja, maar ja. Ook als je kijkt, even weer relatie leggende tot die skill. Die digital skill. Hè, want volgens mij zijn jullie dus de enige keuze toen de tijd was digital. Ja, ja. Hoe je daar met je personeel mee omgegaan? Hoe heb je die daarin meegenomen? Ja, het zijn natuurlijk een paar vragen. Maar om de eerste vraag antwoord te geven is de dag dat bekend werd dat we even niks meer mochten. Toen zijn we meteen gaan schakelen. Ook omdat we wisten, oké, binnen nu en 2 weken gaan er heel veel credits de deur uit. Ja. Van allerlei dingen die nu gebudgeteerd zijn, nu gepland zijn. Waar je ook als organisatie op hebt ingericht. Dus toen zijn we meteen gaan kijken van waar zit onze flexibiliteit. Daar hadden we door omstandigheden eigenlijk best wel veel mogelijkheden in. Dus we hebben in onze vaste kosten hebben die uien heel snel kunnen afpellen. Waardoor de mensen eigenlijk overblijven. Ik als persoon kan ook makkelijker afstand nemen van materiële zaken dan van mensen. Dat is je familie geworden. Daar werk je heel close mee. Dus dat was voor mij ook wel echt een doel dat ik zoiets had van oké, overlevingsmodus gaat aan. We moeten sowieso zorgen dat we 2020 doorkomen. En dat zou ik dan ook echt het liefste met deze familie willen doen. Maar nu zijn we inmiddels alweer een paar maanden verder. En dan ga je inderdaad meer naar een model dat we aan tafel hebben gezeten met elkaar en hebben gezegd van oké, weet je, dit zijn eigenlijk allemaal specialisten. Iedereen heeft zijn eigen expertise. Er is een agency, daar zit bestaansrecht in, daar zitten klanten in, daar zit 13 jaar historie in. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat die opdrachten die daar binnenkomen, ook omdat we niet weten wat het type opdracht gaat zijn en waar die stip aan de horizon ligt. Dus waarom gaan we niet kijken dat elke opdracht die binnenkomt door de juiste specialisten wordt opgepakt. En dan kom je al eigenlijk meer als ondernemers in een ondernemerschap. Dus dan ga je meer netwerkcentrisch werken. Exact, exact. Ja. En dat is wel... Maar goed, wij zitten nu ook in die transitie. Maar dat is wel een verwachting voor onze organisatie dat we waar we naartoe gaan. Ja. Dus, ga jij nu ook meer flexibiliseren dan? Want je gaat al meer mens plotten op werk, hè? En dat specialistisch als het ware koppelen. Ja. Maar heb jij nu ook,
ga je ook in het najaar serieus nadenken over nog verder flexibiliseren in de uitoefening van je bedrijf? Of blijf je met een vast team werken? Nee, ik wil wel dit vaste team houden. Dat is dan ook echt de kern. Ja. En hopelijk is die stip aan de horizon dichterbij dan ja. we allemaal hopen. Maar die tweede schaal, laat ik het zo zeggen, ja. die zou ik wel echt... En die hadden wij eigenlijk al vrij flexibel, hoor. En dat waren bijvoorbeeld ook projectmanagers, waarvan ik wist dat zij meerdere projecten voor verschillende opdrachtgevers deden. Okay. Soms dan viste ik naast het net, als ik ja. natuurlijk iemand benaderde. Maar we hadden daar al een goede groep mensen in verzameld die ons ondersteunden. Maar deze kern van mensen, die ook omdat los van het feit dat het mensen zijn die ik als mijn familie beschouw, ze ook ontzettend complementair aan elkaar zijn. Dus ook die mensen bij elkaar, die maken ook wel de cirkel rond. En hoe klinkt het idee van digital hosts? Ja, ik denk dat we... In mijn hoofd, ik vond het heel interessant wat je allemaal zei, had ik eigenlijk een drietal dingen die nog even in mijn hoofd zaten. En dat was... één, gaat ons onderwijs dit kunnen bijbenen? Ze liepen natuurlijk al achter toen we nog niet in de corona zaten. Nou, corona heeft de boel nog eens versneld. Ja. Dus weet je, gaat het gewoon onderwijssysteem in Nederland, gaan we dit voor elkaar krijgen? Want als zij altijd achter de feiten aanlopen, dan gaan we nooit die mensen op tijd klaar krijgen ja. Om dat gat op een gegeven moment in te lopen. Ergens hoop ik ook dat we niet alleen maar digital hosts krijgen en dat we niet alleen maar online gaan shoppen. Omdat ik ook echt oprecht hoop dat die MKB overeind blijft. En dat kan alleen maar als wij fysiek daar naartoe willen gaan. Ja. En die MKB'er die heeft niet de mogelijkheden, die heeft niet de middelen om dit te kunnen doen. Dus die zal toch op een andere manier creatief moeten zijn. En wat ik daar dan wel leuk van vind, is dat je daar dan misschien wel weer een nieuwe creative hub krijgt. En ik hoop dat hospitality en... fashion of retail in zijn algemeen, dat die wat meer de handen in elkaar gaan slaan. Ik vond het ook te gek om te horen... Ja, die kruisbestuiving is inderdaad onwijs belangrijk. Dat die gewoon weer meer gaan samenwerken. Want Serge Hermans heeft nu net in Antwerpen iets geopend. Dat doet hij ook al met Verso samen, met de fashion. Ja. Dus dat zou ik een hele gave ontwikkeling vinden. Omdat ik me anders echt ernstig zorgen baar hoe dat consumentenbeeld, straatbeeld eruit gaat zien. Ik geloof erin dat we uiteindelijk, we willen blijven uit eten. We willen naar de kroeg blijven gaan en we willen naar een concert blijven gaan en we willen naar een festival blijven gaan. Maar willen en kunnen we nog naar de winkel gaan? Dat... Ja, die winkels krijgen een andere verschijningsvorm. Ja. Dus je ziet, mensen willen erop uit. Mensen gaan erop uit. En wat dat betreft is het wel interessant dat jullie zomaar fashion of retail en hospitality bij elkaar gepakt hebben als onderwerp voor deze tafel. Want dat lijken twee verschillende werelden. Zijn in essentie zijn het ook andere businessmodellen. Maar het zijn wel businessmodellen die heel erg naar elkaar toe bewegen op dit moment. Want de een kan niet zonder de ander. Je zult zien dat heel veel hotels, restaurants, food courts, een concept wat uit Azië is overkomen waaien, dat daar veel meer aanpalende MKB-winkels aan vast gaan zitten. Dus wat je eet, kun je vervolgens ook kopen in de winkel die in-house in het restaurant zit. Dus ik denk dat met name... Kijk, er zullen altijd de sterrenrestaurants, en wat we al zeiden, dat middendeel, ja, dat is gewoon ten dode opgeschreven. Het gaat naar de kant toe bewegen. In reactie overigens naar jou, die grotere ketens kunnen zich veel veroorloven, maar één ding kunnen ze zich niet veroorloven, dat is die consument kwijtraken. Ja. Dus je zult ook grotere ketens zien, die worden gedwongen om zich als een MKB'er te gaan gedragen. Ja. Want die zullen ook weer heel veel meer moeten gaan investeren in die persoonlijke relatie met de consument. Maar we gaan uiteindelijk toe naar dat straatbeeld gaat gewoon onherroepelijk veranderen. De traditionele winkels gaan gewoon, of we het nou leuk vinden of niet, uiteindelijk echt verdwijnen. Alleen er komen een hybride soortachtige winkelmodellen voor terug, waarin horeca meets fashion, meets retail, meets
experience. Maar goed, en dat gaat het worden. Misschien wel interessant om ook te hebben over. Heel veel mensen hebben het over een nieuwe normaal. Misschien moeten we het wel hebben over een nieuwe haalbaarheid. Of zo'n nieuwe betaalbaarheid. En dat daar een soort flexibiliteit in zou moeten komen. Ten aanzien ook van hoe ondernemers. En wat jij zegt is wel interessant. En ik wil ook wel dat jij daar een reactie op kan geven. Ten aanzien van hoe zie jij ondernemers elkaar vinden, zoeken met ook inderdaad grotere ondernemingen. Om een soort nieuwe haalbaar, om een soort nieuwe. Ja, wat is betaalbaar? Omdat ook daarin, hè, het effect op de economie. Gaan mensen op hun geld zitten, ja of nee, omdat er geen stip op de horizon zit. Terwijl die uitgaven, dat betaalbaar blijven en houden, dat zorgt ervoor dat de economie geolied blijft. Ja. Hoe zie jij dat? Er gebeuren heel veel verschillende dingen. Ik denk de allereerste periode, dat was of verlammen of innoveren. Ja. Dat was de reactie. Dat waren de twee reacties. Ik denk als we op het investeringsvlak kijken, hè, de grotere fondsen die er zijn en die dat geld allemaal gecommitteerd hebben, die zijn nog steeds gedreven om te investeren. Als je kijkt naar het vroegfase stukje waar het hoge risico zit, daar zien we nu echt bijna niks meer gebeuren. De investeerders die daar actief in zijn, die zijn allemaal druk om hun reeds bestaande bedrijven overeind te houden. Ja. Maar zetten dus niet die stap om nieuwe zaken daarbij te pakken. Ondanks dat de overheid daar wel toe aanzet. Ja, dat is makkelijk. Je kan er wel toe aanzetten. Maar goed, je vraagt mensen wel om hun privévermogen daarop in te zetten. Ja. Ik denk, wat betreft bedrijven, wat ik wel zie. Wij doen zelf nu wekelijks een talk via Insta Live dan ook. En dat doen we met twee moderators die inderdaad direct thuis zijn komen te zitten. Want alle events en dagvoorzitterschappen en alles. Alles werkt. Dat zijn je digital hosts. Die ben inderdaad nu. Ja. Maar goed, die zien wel langzaam inderdaad dat soort verzoeken weer binnenkomen. Ja. De kleine trainingen, dat soort sessies komen wel weer. Ja, dat zie je inderdaad ook meer naar het online domein bewegen. Ja. Nog meer dan het al gebeurde. Training, opleiding. Dat kan ook steeds meer online. Ook door de techniek. Hè. Je ziet tot op bedrijven waar bedrijven in eerste instantie een soort van tunnel nog hadden. Van je moet. Wij hadden het erover toen we hier naartoe liepen. Je krijgt een nieuwe medewerker, die wil je inwerken. Ja, wij zijn heel erg gewend vanuit de menselijke aard. Dat doe je door ernaast te gaan zitten. En door iemand wegwijs te maken. Want dat is hoe wij denken, zo werk je iemand in. Als je ziet wat werkgevers tegenwoordig, en wij doen dat ondertussen ook voor onze flexkrachten. Hoeveel training je al en experience, ervaring je eigenlijk al kan creëren. Voordat ze überhaupt op de werkvloer komen. Door ze gericht bepaalde digitale trainingen te laten doorlopen, waar ook wel degelijk interactie is. Hè. Dus het zijn geen plaatjes die draaien, waar je af en toe op een knop drukt en heel passief eigenlijk achter een scherm zit. Maar het is heel interactief gericht. Dat helpt wel mensen versneld dat arbeidsproces in te komen. En dat wordt ook een hele belangrijke factor. Maar goed, we gaan toch op een gegeven moment in die space zitten. Ik vind het wel interessant. En zou jij dat als een opportunity zien? Onboarding experiences? Dat je gewoon eigenlijk bedrijven die met elkaar gaan samenwerken en een soort nieuw type personeel opgeleid moet hebben om een bepaalde service te verlenen. Een bepaalde, laten we dan een heel concreet product. Of als je inderdaad zegt van nou, mensen gaan zo meteen naar een restaurant. Die gaan vanuit dat restaurant naar de supermarkt om, ik heb toch wat lekker, die nootjes, die wil ik thuis ook wel. Zie jij daar dan een opportunity voor een agency om daar in te stappen? Zo van, wij gaan de onboarding experience geven aan die personeelsleden die dus ook in de hybride zou moeten kunnen denken. Door ook in de hybride beleving in de onboarding zo in te richten. Ja. Ja. Maar ook dus hen te kunnen opleiden dat het ook daadwerkelijk in die nieuwe omgevingen gaat plaatsvinden. Ja, zeker wel. Ik denk alleen bij een experience, de eerste vraag die je altijd moet stellen, of het nou fysiek is of het is virtueel. Hoe kan ik die consument catchen en een fan maken van mijn product? Ja. Dat is gewoon de main question die op tafel ligt. En je moet gewoon met goede en creatieve ideeën komen, want ook voor corona, laten we heel eerlijk zijn, we worden al de hele dag overspoeld met prikkels. Als ik naar het station ga, staat iemand met een Coca-Cola blikje in mijn hand te drukken. Als ik even op de trein zit te wachten, per rond 10 seconden later, dan loopt mijn feed helemaal vol met allerlei reclames. Ik heb net tegen jou gezegd, ik had zo'n leuke jas gezien bij de Zara. Ik denk dat ik die straks ga kopen. Siri heeft alweer Zara opgepikt en begint met de. Ja. Dus snap je, we hebben al zoveel prikkels.
dat we echt met een heel goed concept moeten komen. En ik denk dat het echt valt en staat met een concept. En dat het online concept misschien nog wel lastiger is dan een virtueel concept nog wel lastiger is dan een fysiek concept. Ja. Dus de hospitality gaat daar heel erg gebruik van kunnen maken. Ja, denk ik die ook. Die prikkelluwe omgevingen. Ja. Dus dat zul je echt zien. En de mensen willen op de duur weg van echt die enorme overdaad aan informatie en prikkels die ze iedere dag beleven. Dat heeft thuis, hè, dat is een van de nadelen namelijk van thuiswerken. Dat hebben mensen nu ook gemerkt. Wasje draaien. Ja, je wordt natuurlijk in een huiselijke omgeving geconfronteerd met allemaal taken die ook uitgevoerd moeten worden. Ja. En dan de mensen die dan nog kinderen hebben, kunnen daar nog een extra dagtaak bij schrijven. Maar je ziet dat zijn allemaal prikkels. En ondertussen, terwijl je eigenlijk die taken ook moet doen, blijft dus inderdaad, wat jij zegt, je feed doorlopen, je social feed, maar ook je work feed. Ja. Alles blijft doorlopen. En dat legt mensen zo ontzettend veel druk op, dat je zult zien dat een aantal hospitality concepten, maar ook dus retail concepten, en met name de fusie tussen die twee, zal zich gaan richten op comfort voor mensen. Ja. Om te onthaasten, om te relaxen. Ja. Om tot zichzelf te komen, om uit die bubbel te kunnen stappen, om weg te komen van deze wereld. Dus daar, het klinkt heel raar, maar dat worden eigenlijk weer de nieuwe sociale ontmoetingsplaatsen. Maar wie gaat dat doen? Ik vraag me af, wie gaat dat doen? Nou, ik hoop heel veel goede ondernemers en heel veel vrouwelijke ondernemers, mag ik hopen. Ik denk dat, om je even in de reep te vallen, ik denk dat het type ondernemer die voorheen met de pop-up kwam, weet je wel, van wow, dat is echt vet, helemaal nieuw. Dat type ondernemer moet nu met dit soort concepten komen. Eigenlijk ook weer een soort van pop-up concept van, weet je, dit is even heel anders dan wat je gewend bent en wat je gezien hebt. En dan wordt dat weer geadopteerd natuurlijk. En dan gaat zich dat natuurlijk weer verplaatsen en dan moet er weer iets nieuws voor komen. Maar ja, misschien krijg je nog wel een sterkere contra-beweging dan dat we de afgelopen periode hebben gezien. Wat ik daar wel interessant in vind, is, ik probeer daar zelf echt heel erg op te letten. Niet constant op social media, niet na 8 uur 's avonds nog met werk bezig zijn. Niet. De wereld verwacht het van je. Ja. Dus hoe zien jullie dat voor? Je kan zelf als ondernemer of als consument wel die keuze maken. Ik denk dat vooralsnog is de meerderheid van de wereld erop gericht dat jij 24/7 bereikbaar bent. Maar corona heeft daar al heel veel in veranderd, als je het mij vraagt. Het feit dat ik een call kan hebben waarin mijn dochter in een tutu op de achtergrond ronddanst. Noem maar even inderdaad, vanuit huis werken, niet altijd bereikbaar zijn. Want we zitten nou eenmaal met z'n allen in hetzelfde schuitje. Dat vond ik ergens ook wel, dat ik thuis, het eerste wat ik zei, we zitten er met de hele wereld in. Weet je, het betreft niet alleen maar Amerika, het betreft niet alleen maar West-Europa. Nee, allemaal zitten we gewoon in deze situatie. Ja. En ik denk dat dat heel goed is geweest om inderdaad niet van elkaar te verwachten dat we altijd maar jasje, dasje, gestevend achter ons schermpje op kantoor zitten. De grote techbedrijven, de start-ups, die hebben al gedurfd om te zeggen, kantoor hebben we helemaal niet meer nodig. We hebben Slack, iedereen heeft een MacBook, weet je, prima. En als we elkaar moeten zien, dan huren we Creative Spaces, waar misschien mensen nog wel innovatiever en creatiever worden dan altijd in datzelfde hokje. Dan kijk hier naar deze omgeving. Ik denk dat daar wel ook echt in gaat veranderen. En dus ook gaat veranderen dat niet van je verwacht wordt dat je de hele tijd maar reageert op alles. En dat je altijd maar bereikbaar moet zijn 24/7. Ja. Denk ik. Ja, dat zie je bij bedrijven inderdaad wel. Dat de angst die ze hadden om hun eigen kantoorgebouw los te laten. Ja. Dat nu eigenlijk volledig omgedraaid is naar hoe snel kunnen we het loslaten. En inderdaad dan dus je workforce, je mensen eigenlijk de mogelijkheid gaan geven om dus in dit soort bedrijfsverzamelgebouwen meer te gaan zitten. Tot nu toe werd IT, gek genoeg, zou je zeggen, dat is een enabler. Hè? Wij vinden dat IT biedt mogelijkheden. Ja. Moet je ten volle benutten. Maar er zijn blijkbaar ook mensen in deze wereld, en vaak bij grote bedrijven, die IT als een soort van blokkering hebben gebruikt. Van ja, jij kan niet in een creative space werken, want dan zit jij niet op een beveiligd netwerk. Ja, ja. Dus dan werd al direct een nee afgegeven van niet mogelijk. Terwijl het misschien voor die medewerker fantastisch is, omdat hij of zij daar een omgeving ontmoet, mensen ontmoet, inspiratie kan opdoen, lekker kan werken, zich beter voelt dan wanneer hij op kantoor zit. Ja. En misschien ook een veel kortere reistijd heeft. Ja. En bedrijven wilden daar niet aan. Maar je ziet nu
dat men denkt van ja, nou, wacht even. Heel veel Amerikaanse bedrijven met name, je ziet helaas daar nog corona rondwaren, dat merken wij ook in onze klantenkring daar, die hebben gewoon tot 15 september de boel dicht. Gewoon strak dicht. Iedereen werkt per definitie, per default, thuis. Ja, volgens mij Google zelfs tot en met december, hè? Je hebt Google en Tesla en een aantal andere partijen die dat zelfs nog verlengen. Ja. En daar zit een hele interessante, want ze verlengen het wel, maar ze zijn wel bereid om in dat najaar dan ook te kijken naar hybride modellen. Dus ja. Mensen, want ze snappen ook wel, je kan mensen wel thuis blijven houden, maar op de duur moet je ze ook de gelegenheid geven om weer te connecten. Ja, je hebt uiteindelijk ook gewoon existentiële behoeften. Ja, je mist collega's. Maar ook weer terugkomen op het uitdragen van je identiteit. We hebben in het begin van dit gesprek ook even gehad. Zo van, we kunnen het allemaal wel zo lekker naar onszelf toe laten komen. Via de mobieltjes en de pads. Maar waar zijn die plekken zo meteen? En daarom vraag ik ook van hoe en wie gaat dat dan doen? Als 75% van de straat zo meteen leeg is en de winkels daar niet meer zijn en de restaurantjes allemaal geklapt zijn. Ja. Jij had daar wat cijfers over gevonden in een survey. Ja. Hoeveel technisch gaan er technisch failliet in de hospitality en retail? Technisch gezien zijn er nu al 40% failliet. Maar goed, die zingen het nog even uit, want er wordt nog geen huur betaald, er wordt nog geen belasting betaald. Nou ja, dat moet dadelijk allemaal uitgestelde kosten. Precies, het is geen afstel, maar het is inderdaad uitstel. Dus dat gaan we dadelijk september, oktober, dan is dat gewoon einde oefening. Ja. En horeca verwacht zelf, de ondernemers zelf verwachten dat er nog, er is maar 25% verwacht overeind te staan december 2020. Ja. Dus dan betekent dat wij 75% van onze horeca kwijt. Gaan dan die grote bedrijven, gaan die dan die winkeltjes toch voorzien van bepaalde entertainment of bepaalde ervaring, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat hun medewerkers niet alleen maar thuis achter het scherm zitten. Dat gaat natuurlijk, wie gaat dat oplossen? Je gaat naar twee modellen toe. De overheid komt er zo meteen achter dat ze Nederland en de Europese Unie in het algemeen, alle Europese lidstaten gaan erachter komen dat de centrale overheden kunnen niet langer steunen. Die pot gaat gewoon. Nederland en Duitsland zijn een van de twee weinige landen binnen de Europese Unie die behoorlijk wat financiële armslag hebben. En die kunnen dit dus doen. En die houden dit ook nog wel vol. En die zouden zelfs in september, oktober nog een extra noodmaatregel kunnen forceren, omdat ze eigenlijk, als je gewoon naar de budgettering kijkt, dat nog wel zouden kunnen leiden. Maar het grootste gevaar zit natuurlijk in de andere lidstaten, waar die gaan gewoon kapot. En die zitten al veel meer op, technisch failliet van de horeca. Ja, jongens, laten we heel eerlijk zijn. We mogen toch hopen dat we in Nederland een fantastische zomer tegemoet gaan, qua weer. Want dan kan de horeca nog iets verdienen en kan ze nog iets van een stap zetten om die middelen weer aan te zuiveren die ze keihard nodig hebben, omdat we buiten meer mogen dan binnen. Want zo simpel is het. Dat zijn die restricties waar jij net het over had. Zien we dat niet gebeuren, blijft die zomer in Nederland nat zoals die nu is. Ja, dan hebben we echt met grote vrezen te vrezen voor een technisch failliet, maar gewoon echt sowieso een failliet van bijna 40 tot misschien wel oplopend 50% van alle hospitality en horeca in Nederland. Hè? Want dat is gewoon niet meer vol te houden. Want wat jij zegt, incubators, er wordt nu op dit moment niet echt in nieuwe proposities geïnvesteerd. Nou, nee, iedereen weinig. Ik denk, we zitten allemaal in dat risico. En dat is uiteindelijk, denk ik, zometeen heel erg de vraag, blijf je vanuit risico denken of ga je die kansen zien? Maar ja, als je uiteindelijk niet de mensen over de vloer mag krijgen waar jij normaliter je geld aan verdient. Ja. Ik weet, het voormalige horecabedrijf waar ik dan gewerkt heb, die moeten het niet van de zomer hebben. Die moeten het namelijk uiteindelijk van meetings, bruiloften, binnen, die gezelligheid in de winter. Ja, die kunnen nu, die zouden normaliter zo rond de 500-600 mensen binnen kunnen krijgen. Op de 1,5 meter economie, 84. Daar bouw je geen bedrijf. Daar bouw je geen bedrijf meer op. Nee. En dan zit je inderdaad met je flexibele schil en je vaste schil. Dan staan zometeen alle flexibele medewerkers op straat. Die vaste schil, daar zal je op een gegeven moment, als je failliet bent, kom je daar ook nog van af. Maar anders dan zit je daar ook nog mee. Ja. Nou ja, en dan is het de vraag. Ik denk, ik ben in wat dat betreft in de horeca wel benieuwd. Er zijn natuurlijk in meerdere steden in Nederland vrij grote jongens die niet één pandje hebben, maar meerdere. Ja. Maar ook die zullen op een gegeven moment Die crisis die voltrekt zich al. Hè? Ja. De grote verhuurders, dus de grote partijen met veel commercieel vastgoed,
die zie je nu al gewoon met de billen samengeknepen zitten. Want die hebben inderdaad hele moeilijke discussies te voeren met lokale ondernemers, ja, die het gewoon niet meer hebben. Nee. Dat is, er komt niks binnen. Nee. En je merkt ook, kijk, mensen zijn bang gemaakt en misschien wel terecht. Maar die bangheid vertaalt zich natuurlijk. En we hebben net de laatste cijfers van de Nederlandse Bank onder andere gezien over het spaargedrag van mensen. Ja, als je het niet kan uitgeven, het geld, dan is er maar één route en dat is naar de spaarrekening. Ja. Ja, dat is niet de route die de economie verder helpt. Nee. Nou, vakanties, we gaan niet op vakanties. Waar investeren we dan wel in? Zo'n stukje, hè. Er was op een gegeven moment een oplossing over bonnen aankopen voor toekomstige. Maar ja, als er geen stip is aan de horizon. Nee, ik vind die stip aan de horizon, met name als je kijkt hospitality breed. Dan neem ik ook even de culturele sector erbij. Ja. Dus dan heb ik het over evenementen, festivals, horeca. Ik denk dat die hele sector, dat die op dit moment het hardst getroffen wordt. In die zin dat die hebben totaal geen uitzicht in de toekomst, voor de toekomst. Want een sportschool, en dat vond ik ook heel triest natuurlijk, maar die hadden op een gegeven moment de datum 1 september, dat werd 1 juli. Dat kun je heel goed budgetteren. Dan weet je gewoon, oké, zoveel maanden komt er dus niks binnen. Alle abonnementen zijn bevroren. Ik heb zoveel instructeurs. Ik heb dit aan vaste kosten. Dus als ik dit op die manier aanpak en straks ga ik weer open, dan zink ik het uit. Kappers, idem. Beauty salons, idem. Maar wat en gaat ze zijn er allemaal planbaar, hè? Ze zijn allemaal planbaar. Flexibele krachten. Exact. Dus dat maakt het inderdaad makkelijker. Maakt het gewoon echt een stuk makkelijker. Ja. En deze groep, die gaat nu een zomer in waarin ze inderdaad, fingers crossed, de zon gaat schijnen. Ja. Dan gaan we het najaar in, waarbij we gewoon realistisch moeten zijn dat er wellicht in mindere mate, maar dat er toch weer een golf van corona komt. Als ik het van artsen moet begrijpen, zeggen ze het najaar is gewoon het virussenseizoen. Altijd. Zolang er geen vaccin is, waarom zou corona zich dan niet melden? Dus ja, heel simpel. Dus ik denk dat we daar wel rekening mee moeten houden. Maar dat betekent voor die sector, en kijk ook naar alle grote cateraars in de landen. Nou, ze zijn nu allemaal het nieuws. Welke gaat het redden? I don't know. Betekent dat dus weer beperkingen? Dan zitten we dus al einde jaar. En dan hebben ze waarschijnlijk dan nog steeds niet het uitzicht wanneer ze wel weer normaal kunnen draaien of open kunnen gaan. En dan komt de vraag om de hoek, hoe ver ben je bereid om dat wat je jaren hebt opgebouwd en hebt verdiend terug te investeren in iets waarvan je niet weet wanneer, of dat nog bedrijfscontinuïteit oplevert. Want dat is inderdaad het probleem. Ja. Dat is echt, dat is een gok die ondernemers inderdaad moeten gaan maken van wat ik nu heb staan. Waar je heel hard voor gewerkt hebt, kapitaal wat je hebt opgebouwd, vermogen, waar het dan ook maar in zit. Ga je nog een keer de gok aan om het inderdaad vol te investeren in een onzekere economische context? Of zorg je voor jezelf, en want dat is wat je dus nu ziet gebeuren, en dat is dat oppotgedrag, zeg maar. Ja, dan wordt het bijgehouden. Daar hebben dus de start-ups, met name de incubators, hebben daar onwijs onder te lijden. Ja, en dat is iets waar, en dat is ook mijn grootste kritiek op dat noodplan wat de Nederlandse overheid voor de economie heeft samengesteld. En dan preek ik deels een beetje voor eigen prochie, geef ik direct toe. En ik had het er net over dat wij heel erg op dat reskillen, upskillen zitten. Hè? Op dat close the gap eigenlijk tussen aanbod en vraag in de markt. De 50 miljoen die de overheid beschikbaar heeft gesteld op een noodpakket van een paar miljard om mensen van werk naar werk te kunnen begeleiden, is natuurlijk gewoon een lachertje. Het gaat gewoon helemaal nergens over. Als je, en dat vind ik het trieste eraan. Er is een generatie die zit op school en er wordt op dit moment terecht heel veel stennis geschopt over de onderwerpen inclusie en diversiteit. Waarom? Omdat veel jongeren, en dat zijn met name jongeren in grote steden die een biculturele achtergrond hebben, zich eigenlijk verloren wanen. Die krijgen geen aandacht. Die zien hun arbeidsmarktkansen. Die hebben al het idee, terecht of niet, dat ze een achterstand hebben om de arbeidsmarkt op te komen. Nou, en daar komt nu dit nog een keer overheen. Het feit dat ze door corona opleidingen niet kunnen afronden. Dat ze minder werkervaring hebben, waardoor ze dus bij stages, maar ook bij de eerste werkervaring die ze dus, de eerste baan die ze kunnen gaan doen, op achterstand al binnenkomen. En het feit dat in één keer door corona bedrijven dus heel snel concepten zijn gaan omarmen, ondernemingsformules zeg maar zijn gaan executeren,
die helemaal niet in die opleiding aan bod zijn gekomen. Dus ze komen in een totaal andere werkomgeving terecht dan waar ze voor opgeleid waren. En wij hebben daar, vind ik, als overheid, als Nederland, als BV Nederland, gewoon te weinig oog voor. Daar verliezen we echt een cruciaal onderdeel van werkkapitaal in menselijke vorm. Want het gaat gewoon om mensen. Mm-hmm. En dat is echt. Er wordt net gedaan als het om getallen gaat. Het zijn gewoon jongens en meiden die gewoon op school zitten. Het zijn gewoon mensen die ook de eerste stap naar werk, naar huurhuis, koophuis, gezin, wat dan ook, allemaal moeten ingaan. We hebben het ook een stukje even gehad over creativiteit en innovativiteit. In hoeverre denk je dat met al deze gegevens die ook over de tafel heen zijn gegaan, we hebben het over een wonder, hoe kunnen we wonderlijk naar nieuwe werken of working wonders komen. Ik merk heel erg, hè, dus er zit een behoefte in experience, er zit een behoefte in skill, upskilling. Van de fysieke host en event naar de digitale host en event. Waar zouden we hiermee kunnen weglopen? Wat zou een nieuwe soort creatie kunnen vormen ten aanzien van zometeen de leegstaande panden? Toch dat bij elkaar komen, toch dat die behoefte aan educatie. Zien jullie daar voor jullie zelf een rol in? En hoe gaan jullie daar, als je daar even zo een wonder overheen zou mogen laten? Nou, ik denk dat jij als eerste het wonder nodig hebt. Ja, het is natuurlijk, er komen zoveel dingen bij elkaar. Dus dat is best wel een moeilijk vraagstuk. Misschien zou ik gewoon toch teruggaan naar de kern. Klinkt misschien vreemd, dat is misschien ook een vreemd antwoord. Maar misschien zou ik gewoon toch weer teruggaan naar authenticiteit. Want dat is denk ik waar het uiteindelijk voor iedereen in de kern om draait. En als we dat verliezen, dan weet ik niet hoe het eruit gaat zien. Nee. Dus het is eigenlijk natuurlijk heel raar dat, wat jij net terecht zei, authenticiteit, dus zeg maar waar we normaal gesproken voor staan met elkaar. En daar is social echt een hele belangrijke. Ik bedoel, het heet niet, die digitale media kanalen heten niet voor niets social media. We hebben ze social genoemd omdat we een reflectie van die intermenselijke interactie zien. He, dus het is social. We zijn een social. Onze maatschappij is sociaal. Wij moeten met elkaar. We zijn intrinsiek als mens toch sociaal? Als wij niet, dan besta ik ook niet. Ja, als jij niet bestaat. Als wij niet aan deze tafel zitten, gebeurt er niks. Ja. Het zo maar te zeggen. We voelen de verplichting om hier naartoe te komen, het gesprek met jou te voeren. We willen dat ook. Dat is een sociale interactie. Hè? Dat is waar we op afkomen. Waar we lol aan beleven. Waar we ook nieuwe ideeën opdoen. Waar we met elkaar weer tot nieuwe inzichten komen. En het is eigenlijk te zot voor woorden dat met name de hele bedrijfssector die we hier bespreken. Retail, fashion, hospitality en met name ook de food retail sector. Ja, dat die van social afhankelijk zijn, waar social eigenlijk de drijver is om te consumeren. En die staan natuurlijk aan de rand van de afgrond door waar we nu met elkaar mee geconfronteerd zijn. En de ironie is dat de bedrijven die zeg maar nep social vertegenwoordigen, dus de digitale social vertegenwoordigen. Nou, kijk maar naar de beurskoersen. Als je gisteren naar de sluiting van de Amerikaanse beurs hebt gekeken, dan zie je dat Amazon, Google, Apple, Microsoft, Facebook, Snap, die zijn echt allemaal door het plafond gegaan, Alibaba. Omdat die allemaal drijven op die virtuele social laag. Alleen dat kun je niet vasthouden. Er komt een moment dat ook die bedrijven weer terug moeten investeren in offline social. Ja. En in Amerika zie je dat gelukkig. Dus toch, mede. Dus toch dat de grote jongens. Ja, want dat is de voorspelling die ik wil afgeven hier aan tafel. Je ziet in Amerika een paar bedrijven onder druk, onder andere door de Black Lives Matter beweging. Gedwongen om grote bedragen uit hun kapitaal, want die zitten op enorme spaarpotten, vergis je niet. Die hebben echt miljarden op de spaarpotten. Die hebben geloof ik 3 keer de volledige begroting van het continent Afrika op hun spaarrekeningen staan. Dat is echt onvoorstelbaar. In grootheden gedacht, zeg maar. Maar je ziet dat die dus nu 100 miljoen, 110 miljoen allemaal allokeren om terug te investeren in sociale ondernemingen. In kleinschalige sociale ondernemingen. Om misschien weer een stukje authenticiteit omdat ze ook zien dat als je die verbinding niet maakt, dan word je zelf heel onaantrekkelijk. Dan ben je op de jongere generatie, dus de echte digitalere natives,
de synthetisch zijn van het, dus ja, dus ja. Het is een soort de stoffen verweven die de digitale wereld in elkaar verweven, dat het synthetisch is, dat het dus te manipuleren is, dat ja. Je dan dus ja. Terugkomen naar wat Moze dan ook zegt over authenticiteit en dat dat dus toch ja. Wel echt belangrijk gaat worden. Uiteindelijk moeten ze inderdaad die dat, echte ervaring dat, hebben, dat, ja. Dat, die authentieke ervaring. Voor nu de acceptatie maken van oké, okay, ja. we gaan even thuis zitten. Ja. We gaan oppotten, misschien die oppot dan als advies gaan besteden want, aan upskilling. Hè, want wat dat betreft, educatie ja. Is ook naar de digitale wereld. Dus ja. Ga vooral leren. Ga en laten we blij zijn dat we die digitale wereld hadden. Hè? Ja. Ik bedoel, want dat heb ik ook al een paar keer thuis gezegd. Stel je nou voor dat we die niet hadden. Nee, en we zitten allemaal binnen. We waren helemaal stil. Ja. Ja. Dus, dan waren we in de ruilhandel terechtgekomen. Ja, zoiets. Zo erg is het. Ja, nee, maar dat is wel iets wat mensen moeten ook moeten zien. Hè? Het is een vloek en een zegen tegelijkertijd. Ja. En daarom gaf ik ook net aan de discrepantie die er zit tussen waar wij bespreken de nou ja, offline wereldontwikkeling, om het zo maar te zeggen. En daarboven zit dan die social online wereld. Maar het een kan echt niet zonder elkaar. En daarom wordt dat hybride model van ondernemen, dat gaat echt de kern worden van alles. Je moet nu uit die, hè, ik zei net, we hebben 75 jaar bevrijding nu gevierd dit jaar, of virtueel gevierd dan. Oh ja, hoe slecht wil je het hebben? Hè, maar laat het een wake-up call zijn, want dat hebben we dus virtueel kunnen vieren, omdat de digitale middelen ons dat toestonden. Dus we moeten nu ook de volgende stap zetten, en dat is het loslaten van traditionele ondernemersmodellen die we hebben, verdienmodellen, en dat hybride model gaan omarmen. Want dat is de enige weg voort. We kunnen niet meer terug. Als die technologie zich in dat rappe tempo waarin het nu gaat, blijft doorontwikkelen, ja, dan is het, dat kunnen we niet volhouden. Zie jij dat er gebeuren? Zie je kleinere ondernemingen contact zoeken met andere kleinere ondernemingen en met grotere? Nog niet. Nee. Nee, ik denk iedereen is nog te veel op zijn eigen bordje gericht op dit moment. Omdat inderdaad ook die stip nog ontbreekt. Ja. Dus wel binnen eigen bedrijf innovatief bezig zijn, nieuwe mogelijkheden zien, nieuwe inkomstenstromen uittesten ja. Of op gaan zetten. Dat wel, maar nog niet zozeer daar in de samenwerking met elkaar. Maar zie je veel bedrijven veranderen in de overlevingsmodus zitten, zeg maar? Nou, dat valt eigenlijk ook wel mee. Ik denk dat er zijn er weinig die in ons directe netwerk op het punt van omvallen echt staan. Mm-hmm. Maar dat komt ook omdat er veel gewoon al digitaal of online actief waren. Ja. Mm-hmm. Ja, ofwel de flexibiliteit al ingebouwd hadden zitten. Dus in dat opzicht valt dat echt wel mee. Ik denk, wat ik een interessante nog zou vinden om erin te brengen is, hè, we hadden het net over wat is een wonder wat we zouden willen zien. En jij haalt net hè, de grote giganten der Amerikaanse tech aan. En we hebben het net over de BV Nederland, miljardenpot beschikbaar gesteld om de economie ja. Overeind te houden. Is het wonder ook niet wat we zouden mogen vragen dat een Bezos die 167 miljard inmiddels op de rekening heeft staan en door de coronacrisis volgens mij 18 miljoen per dag bijgeschreven heeft gezien, ja. Dat deze mensen gaan opstaan ja. voor het ja. Belang van de ja. Wereldeconomie. Ja. Ja. China, weet je, zijn wij als westerse wereld uiteindelijk iets minder in thuis. Maar die gaan natuurlijk Amerika al aan andere kanten voorbij. Ja. Daar zitten ook enorm welvarende ja. Mensen. Ja. We hebben heel lang de vrije economie gehad, het kapitalisme. Daar hebben sommigen enorm de vruchten van geplukt ja. en keihard voor gewerkt. Daar niet van. Maar ja. Is dat niet een wonder wat we uiteindelijk zouden mogen verwachten vanuit deze crisis? Dat daar een stukje vandaan komt. Ja. We hebben het over hospitality, maar toerisme valt er natuurlijk ook onder. En de verhalen ja. Op het Afrikaanse continent van de rangers die niet meer betaald worden, de dieren die niet beschermd worden, de dorpen die eten nodig hebben en ja. Dus maar gaan stropen. En het heeft zoveel verdere gevolgen dan een restaurant wat omvalt, wat ook verschrikkelijk is. Ja. Ja. Maar uiteindelijk draait onze hele wereld met elkaar. En als we het dan toch over dat intermenselijk contact en die interactie, ja. Die verantwoordelijkheid naar elkaar te gaan nemen. Ja, ja dat is inderdaad wel, hè, als je dus ook uit alle data analytics kijkt, Nederland is natuurlijk een handelsland, zwaar verbonden met hoe het in de Europese Unie met name gaat. En de tweede markt is dan de Verenigde Staten, Canada. En dan zie je wel dat
als we de ogen sluiten voor de stille crisis die daar daadwerkelijk gaande is. En we hoeven niet eens heel ver te kijken. Want jij geeft nu terecht dat voorbeeld van Afrika met de Rangers. Maar in Zuid-Europa voltrekt zich ook echt... dat. Wij doen daar heel lacherig over, omdat we een beetje een iets wat culturele bias. Gemankeerde verhouding hebben met de zuidelijke landen als het gaat over financiën en economie. We komen er wel graag voor de gastronomie, maar economie is dan weer... Dan zitten we direct in een soort van tegenstelling. Maar als je ziet de stille ramp die zich aan het voltrekken is op het Franse platteland, in Spanje, in Catalonië, in Andalusië, in Portugal, in Griekenland, in Italië, in de met name Zuid-Italië. Ja. En waar wij last van hebben, want het feit dat ook de grenswachten in Italië dus gewoon echt op een minimum worden gezet, gekort worden als ambtenaren om de begrotingen rond te krijgen, en die moeten de Europese grens bewaken, dan hoef ik je niet uit te leggen wat het volgende probleem gaat zijn. En dat zit natuurlijk ook in Griekenland. En we hebben daar veel te weinig oog voor dat dat ook aan elkaar samenhangt. En dat was het punt waar ik net ook aan refereerde. Ik heb de hoop dat dus die grotere ondernemingen ook de social impact zullen zien van zo'n crisis. En dus zich geroepen zullen voelen om dat kapitaal wat ze hebben, want dat is namelijk ook kapitalisme, dat je dat teruggeeft, herinvesteert in de maatschappij om weer nieuwe in hun optiek klanten dan te winnen. Ja. Ik denk dat we wat dat betreft een mooie round-up hebben over ten aanzien van wat we moeten gaan erkennen. Dat we in ieder geval erkennen dat er wel verbinding onderling hartstikke hard nodig is. Ja. Dat we ook erkennen dat er een stuk, groot stuk verantwoordelijkheid ligt en aansprakelijkheid maken, aansprakelijk op zelf. Hè? Ja. Dus van de Jeff Bezos is tot... hoe ga je zelf als nieuwe medewerker zo direct je upskillen, andere educatie opzoeken, zodat je verbinding kan blijven maken, maar misschien ook wel creatief en innovatief kan blijven. Mm-hmm. De wonder, misschien toch een algehele herdistribuering van beleving en een nieuwe betaalbaarheid en een nieuwe haalbaarheid. Dank jullie wel. Dank je wel, Jasper. Dank je wel, Mesan. En dat was het zover deze eerste wonder in het onderzoek naar consumeren en entertainment en hoe dat er in de toekomst uit gaat zien.